Mijn dochter die kwam laatst thuis en die had een akkefietje op school. Een jongetje uit haar klas, Jordi. Jordi had tegen mijn dochter gezegd dat het hebben van twee moeders, dat dat onnatuurlijk is. Nou, toen ben ik uiteraard even naar school gegaan, heb ik Jordi's moeder doodgereden op het schoolplein. Ben ik op Jordi afgestapt en heb ik gezegd, ja Jordi, als jij er nou twee had gehad, had je er nog eentje over? Ja. Ja. Ik vind wel dat je dat moet doen als goede moeder, ja. De Nijmeegse basisscholen hebben vorige week een oproep gedaan aan ouders van de leerlingen om zelf voor de klas te komen te staan. De reden hiervoor is het lerarentekort, een probleem dat steeds groter lijkt te worden. Nu is het natuurlijk begrijpelijk dat er snel een oplossing voor dit probleem moet komen. Maar is het wel zo'n goed idee om ouders zelf voor de klas te zetten? Bij de basisscholen, vooral in Nijmegen, 30 basisscholen, is er een lerarentekort. Ja. En wat willen ze nou doen? Dan willen ze de ouders van de leerlingen inzetten voor de school. Echt onzin hoor. Ja. Dat is echt onzin. Ja, waarom dan? Omdat je toch niet ouders gaat vragen of ze hun eigen kinderen les willen geven. Nee, is wel een beetje raar, hè? Dat is voor de kinderen, ja. Dat is niet zoals het hoort, denk ik. Nee. Was bij ons vroeger ook niet op school? Nee. Bij mij in ieder geval niet. Dan waren we niet naar school gegaan misschien. Nee. Bij de basisscholen. Nou, creatieve oplossing, maar eigenlijk wel jammer dat nodig is. Eigenlijk niet kunnen. Beetje bizar. Ja. Iedere willekeurig iemand zomaar voor de klas gaan staan. Ja, precies. Ja, als je leraar ziek zijn, dan krijgen de kinderen vrij. Maar wat moet je dan die leerlingen aanbieden? Moet je ze naar huis sturen? Of? Misschien thuisschool of zo? Nee, gewoon. De school moeten daar zelf toch gewoon leraren voor zorgen? Ja. Ik bedoel, ja, ik zou mijn kinderen echt niet naar de school sturen hoor. Nee, als je weet dat papa en mama achter de klas staan. Ja, dat is echt onzin. Want dan moet je gewoon je best doen, want dat zijn je ouders. En nu willen ze de ouders van de leerlingen inzetten. Lijkt me geen goed idee. Beetje raar, hè? Ja, inderdaad. Ja. Er zijn toch genoeg jonge leerkrachten die graag aan het werk willen? Ja, maar er zijn er te weinig. Er zijn te weinig? Ja, er is een lerarentekort. Okay. En ze willen de leerlingen niet naar huis sturen, dus dan gaan ze vragen aan eventueel de ouders. Zijn die bevoegd om dat te doen? Niet allemaal. Nee, lijkt mij ook. Ik heb er een groot lerarentekort is. Gehoord? Ik ben zelf leraar. Oh, kijk. Maar u had het nieuws wel gehoord, neem ik aan. Ja. Wat vindt u nu van het nieuws dat er dan ouders van leerlingen misschien worden ingezet? Een beetje raar. Ja, dat is raar, maar wat moeten ze anders? Nou ja, nood breekt wet. Eigenlijk moet je het niet doen, maar op een gegeven moment, als het niet anders kan, dan moet je iets. En om die kinderen dan thuis te laten zitten. Dus dat is niet. Nee. Maar een alternatief? Ja, laten ze wat promoten om een leraar te worden. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Of heeft u een oplossing voor dat probleem? Moet geld naar het onderwijs. En dan kunnen er meer leraren ingezet worden. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat er best wel talenten zullen zitten onder ouders. En als ze vrij zijn en de klas van hun kind is leraarloos op die dag. Misschien kunnen ze eigenlijk best nog wel wat bijbrengen van burgerschap en dat soort zaken. U staat er wel achter. Ja, ik zal het niet propageren. Maar ze moeten wel wat. Die basisschooldirecties. Waarom zou er een lerarentekort zijn, denkt u? Omdat het beroep leraar totaal niet aantrekkelijk is gemaakt. Er wordt heel erg gekletst over het feit dat wij slecht verdienen. Volgens mij valt dat nog wel enigszins mee. Er zijn echt beroepen waar slecht in verdiend wordt. En die mensen moeten keihard werken. Maar we moeten wel heel veel. En er komt heel veel op ons af wat wij voor datzelfde geld moeten doen. Dus ik denk dat het heel onaantrekkelijk is voor jongeren om dat leraarsvak te kiezen. Maar mijn zoon die is gestopt met een leraaropleiding omdat de jeugd van tegenwoordig is zo verbaal mondig dat het is haast niet te doen. Dus in een van de redenen door de lerarentekort? Denk het ook wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat kinderen, dat hoor je, hè, dat kinderen vaak veel mondiger zijn, veel brutaler. Zou dat het niet zijn? Ja, dat als kan. Ze veel meer grote mond krijgen en zo. Je doet grens opzoeken als je zeg maar een nieuw leraar en zo hebt. Ja. Dan ga je grens opzoeken. Als je invaller hebt. Vroeger, als je invaller had. Ja, wil je dat wel eens? Ja. Ik heb het gehad, maar ik doe het niet meer. Op basisschool. Ja. Basisschool altijd, ja. Bij ons, wij komen uit Friesland en daar zijn dus veel vrouwelijke leerkrachten. Daar zitten ze ook echt te springen naar mannelijke leerkrachten. Okay. En dat heeft inderdaad met de mondigheid te maken en het respect voor, Hebben ze meer respect voor de vrouwen?
Oh. Mannen. Oké. Okay. Mannen. Maar stel, je zit op die basisschool, hè, en er is geen leraar, en dan? Dan, de directeur moet gewoon worden geïnformeerd. En dan moeten ze wel een betere oplossing vinden dan ouders voor de klas laten staan. Ja. Ja. Want iemand naar huis sturen, dat is ook niks, toch? Ja, dat is... hoe chill het is ook voor kinderen. Voor 1 of 2 dagen, ik snap dat wel. Is dat leuk, maar niet altijd, toch? Ja, uiteindelijk is... Nee, niks, hè? Ja, uiteindelijk moet je wel... Je gaat naar school voor een reden en dat is om nieuwe dingen te leren. En ik denk dat leraren daar het beste geschikt voor zijn. Ja. Dus dat 25 jaar voor de klas. Is het anders dan 25 jaar geleden? Ja, qua aanpak bijvoorbeeld. Ik geef Nederlands. 25 jaar geleden stond ik hele verhandelingen over literatuurgeschiedenis bijvoorbeeld te vertellen aan de klas. Mm-hmm. Dat is bijna niet meer. We zijn veel meer begeleider, veel meer de leerlingen zelfstandigheid aan het bieden. Dus dat is anders. Ik denk dat de leerlingen redelijk hetzelfde zijn gebleven. Niet veel brutaler, veel mondiger. Nee. Valt wel mee. Valt wel mee. Toen, 25 jaar... Het ook aan hoe je als leraar misschien zelf erin staat. Ja, denk ik ook. En ik denk ook dat ik zelf wel brutaal en mondig ben. Dus ik laat niet op me heen lopen. Maar ik denk dat het 25 jaar geleden en 50 jaar geleden ook is geweest. Dat de leerlingen brutaal waren en in opstand kwamen. Dus ja, misschien zijn de leerlingen... Hier in Nederland en in de streek waar ik werk, dus in de Betuwe. Beetje verwend en gewend aan een heleboel faciliteiten die ze hebben. Maar heb jij op school nooit dat je komt en dat de leraren uitvallen? Ik heb heel veel uitval gehad in de derde. Ja, maar dat is eigenlijk heel slecht, hoor. Ja, want ik heb geen wiskunde gehad. Krijg je geen invaldocenten? Nee, op de middelbare krijg je dat niet meer. Okay. Als een leraar ziek is, dan heb je uitval. Dat is goed geregeld. Ja. Maar ja, dan heb je dan liever uitval als dat er een ouder staat voor de klas. Ja, dat is sowieso. Waar je niks aan hebt. Voor je vader voor de klas. Ja. Dat zou echt erg zijn. Bezoek Nijmegen is de Facebookpagina van N1 voor alle evenementen, uitgaanstips en leuke weetjes over regio Nijmegen. Like de pagina en blijf voortaan ook direct op de hoogte van onze tv-programma's Wat zegt het volk, N-events en Nimmer Noise. We go!